Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe top 5 video. In deze aflevering geven we je de 5 leukste ideeën voor Moederdag. Op nummer 5, ga de natuur in. Kan jouw moeder niet wachten om naar buiten te gaan? Verknocht aan de buitenlucht, wandelen in de velden, mountainbiken in de bossen en zwemmen in de zee? Dan is een cadeau verzinnen niet te ingewikkeld. Kies een mooi natuurgebied en ga erop uit. Op nummer 4, neem je moeder mee voor een heerlijk diner. In ons allen schuilt wel een Bourgondier. Culinair genieten staat dan ook bij vele moeders bovenaan hun verlanglijstje. Is jouw moeder ook een echte fijnproever? Dan zit je met dit cadeau sowieso gebakken. Op nummer 3, ga voor wellness en ontspanning. Houdt je moeder er ook zo van om tijdelijk niks te hoeven, om even ultiem te ontspannen? Of is ze echt toe aan wat rust? Wat is er dan een beter moederdag cadeau dan een wellnessuitje voor jullie allebei? Heerlijk genieten van de sauna, massages, baden en douches. Nummer 2. Neem je moeder mee op een stedentrip. Is je moeder dol op cultuur, drukte en shoppen? Verras haar dan met een leuke trip naar een van de prachtige steden die Nederland rijk is. Amsterdam, Maastricht, Groningen en ga zo maar door. Een gezellig stedentripje is een geweldig idee als moederdag cadeau. En op nummer 1. Ga samen workshoppen. Moeders zijn doeners. Ze doen niks liever dan samen met hun kinderen op pad gaan. Daarom is het een top idee om samen met je moeder een workshop te volgen. Gezellig met de handen bezig zijn, bijvoorbeeld een tegeltje schilderen, of voor de kookliefhebbers onder jullie een bossenbol maken. En dat was hem alweer, deze top 5 leukste ideeën voor Moederdag. Vond je deze video leuk? Doe dan een duimpje omhoog en laat het weten in de comments hieronder. Wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan niet te abonneren op ons kanaal. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.